Nou, laat me aangeven dat het academisch ziekenhuis Paramaribo, waar de enige spoedeisende hulp in Suriname is gevestigd, heden op 18 januari een bekendmaking heeft geplaatst dat het drempeltarief dan aangepast wordt. Dat is in de bekendmaking geweest, maar dit is in elk geval voor mij als minister reden geweest om dit te bespreken, ook binnen de regering. En we hebben dus unaniem besloten dat rekening houdende met de uitdagingen op de spoedeisende hulp, maar ook rekening houdend met het belang van de samenleving, dat aan mij is gevraagd vanuit de regering om alternatieve modellen te zoeken om die financiering, dan wel de dekking van kosten die gemaakt worden bij de SCH, te gaan bespreken met de verzekeraars, met het ziekenhuis, en dat we daarmee met een goed voorstel komen naar de regering. Ik snap dat de nood hoog is bij de verschillende instellingen, met name ook bij de SCH. Want zoals u weet is in de wet, in de zorgwet van 2014, er geen vergoeding voor urgente zorg geregeld. Er is een mankement in die wet en in ieder geval moet het duidelijk zijn dat wij met de verzekeraars zo snel mogelijk aan tafel gaan om te bespreken hoe wij, in elk geval zonder dat die samenleving echt die druk voelt, hoe wij en welke middelen nodig zijn en hoe wij dat kunnen gaan vergoeden via de verzekeraar. Dus de intentie is dat wij als regering, als ministerie van Volksgezondheid, zo snel als mogelijk een goed, concreet voorstel doen aan de regering en dat daarmee ook het AZP garanties geboden wordt dat die dienstverlening kan continueren. Want ik denk dat de maatregel zoals het aangekondigd is door het ziekenhuis meer gezien moet worden in het licht van een poging, een interventie om aan meer inkomsten te komen, zodat in ieder geval de dienstverlening op kwalitatief niveau gehouden kan worden. Dat is, de intentie zelf is niet verkeerd, maar de timing en het overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Dus we moeten daarom heeft de regering besloten vandaag in de regeringsvergadering om dit besluit voor de aanpassing van het drempeltarief vooralsnog aan te houden. Maar dat we niet te lang wachten om het overleg ook te hebben en concreet aan te geven hoe we uiteraard de samenleving daarmee kunnen helpen. Kijk, feit is wel dat we moeten beseffen dat er natuurlijk verantwoordelijkheid is van ieder. Een drempeltarief is indertijd geïntroduceerd bij de SCH, omdat mensen voor eigenlijk allerhande zaken bij de SCH terechtkwamen. Dus die drempel is niet bestemd, zo moet u het niet zien. De drempel is niet bestemd om mensen geen zorg te bieden. De drempel is bestemd om eigenlijk een systeem te creëren dat je niet voor een eenvoudige huisartsengeval naar de SCH gaat. Want dat geeft die onnodige druk op die zorg, op die spoedeisende hulp. En dan kan je in die hele drukte eigenlijk missen de echte zieken die urgente zorg nodig hebben. Dus daarom zijn er ook systemen. Bij het AZP is er ook een huisartsenpost, de HAP, waar mensen ook kosteloos terecht voor kunnen, uiteraard in een urgente situatie. Je wordt daar getriëerd en als het niet voor een huisartsenpost is, word je wel verwezen naar de SCH. Dus het advies van mij is sowieso aan mensen, maak u ook gebruik van die huisartsenpost als u heel ziek bent of ziek bent. Daar word je getriëerd, dus er wordt gekeken naar hoe snel je zorg verleend moet worden en welke type zorg. En je wordt dan direct verwezen als het ernstig is. En als het niet ernstig is, word je daar geholpen. We hebben ook de huisartsenpost bij Limesgracht. En bij meer zorg, daarvan kunt u ook gebruik maken als het gaat om huisartsenspoedgevallen. Simpel als u een griepbeeld hebt met oorpijn of wat dan ook. Je hebt brakendiarree of andere dingen. Maar bijvoorbeeld, dan ga je naar daar naartoe gaan voor behandeling. Maar als u een groot ongeluk hebt gehad met een fractuur vermoedelijk, of u hebt pijn op de borst, of u hebt een beroerte, symptomen die passen bij een beroerte, dan moet u wel naar de SCH. Dus nogmaals, we snappen de intentie van het ziekenhuis. En ik heb vanmiddag daartoe zelfs overleg gehad met de directeur van het ziekenhuis, dat wij dit gaan aanhouden. Meer in het kader van een meer structurele oplossing te brengen, waarbij de belangen van de burger, de Surinaamse burger ook,
veilig gesteld worden. En dat in principe er meer garanties geboden worden vanuit een andere kanaal, dus die financiële middelen, naar het ziekenhuis, zodat de dienstverlening gecontinueerd kan worden.